Dit mag je. Dit moet verboden worden, man. Ik wil niet met je verder praten. Het loopt heerlijk. Het is maar gewoon... je glundert ook helemaal als je ernaar kijkt. Ja, zeker. Ja. Ik word gewoon blij van schoenen. We houden van sneakers. Behalve dat het gewoon super comfy zit, kunnen ze ook echt een trendsetter zijn. Welke sneakers zijn een go? En welke sneakers zijn echt een no-go? Oh, zo. Dat mag je echt nooit doen, man. Dat is heel strafbaar en dat doen we niet meer. Dat is zo 2017. Voor welke zou je gaan? Ik zou wel voor de Fila's gaan. Ik ben zelf niet zo'n, niet echt van de designer. Ik heb het liever wat casual en wat street. Je hebt één dinosaurus aan en één hype schoen, zeg maar, qua fashion. Dat is wel maar hype, maar het hoort eigenlijk geen hype schoen te zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, tof. Ja, Alexanderman Queens, sowieso goed. En Fila's, ja. Makkelijke gangbare schoenen, toch? Ja, die heb ik zelf ook. Fila vind ik wel hard. Oh, echt? Ja, zeker. Ik vind Fila heel dope, want dat is gewoon een oldschool merk wat gelukkig nu weer terug is. Dus de Fila is een go en deze Alexander is dus een dikke no-go. Nou, ja. Stel je voor, ik leer een nieuw meisje kennen op Instagram of zo. En dan heb ik een date en dan komt ze met dit aankakken. Ja, dan is het gewoon klaar dan. Dan ben je weg, dan blaas je de hele boel af. Ik doe wel aardig, maar ik kap het wel af. Elke sneaker is in jouw ogen gewoon oké. Als een chick gewoon sneakers aan hebt, dan is het vaak al goed. Welke sneaker is nou echt een go en welke no-go? Ik zelf hou van Air Max en dat soort dingen. Een no-go, ja, ik vind Superstar en zo helemaal niks. Maar dat was 2-3 jaar geleden wel een hele populaire schoen in Nederland. Hetgene waar mijn hart eigenlijk altijd wel van klopt, is zeg maar als ik lang op zoek ben naar een schoen en ik kan het eindelijk kopen. En dan ook nog eens voor de juiste prijs, want ik ben wel iemand, zeg maar, ik betaal geen overprijs. Want dan is het, zeg maar, eigenlijk te simpel. Ja, het is comfortabel en het model. En ja, weet je, ik ben van kinds af aan ben ik al echt gek van de MX1. De Air Force 1 Voltjes van Off-White. Ja, die vind ik zo vet, maar die zijn bijna niet in mijn maat verkrijgbaar. Maar waarom? Het model of wat doet het ja, hem? Nou, ik weet niet, de kleur, lekker uitgesproken, neongroen. En gewoon, ja, zo weinig verkrijgbaar. Als je sneakerfreak ben en je houdt van Nike. Dan is zeg maar Jordan 1 wel een soort van sneaker. De sneaker, ja. Het gaat erom, zeg maar, dat jij je gewoon fijn voelt in je schoenen die je draagt. Yeah. Dus ik kan wel zeggen van, hey, dit kan niet. Maar zolang jij je, zeg maar, gewoon comfortabel voelt in je schoenen die jij draagt, dan heb ik eigenlijk niks te zeggen. Snap wat ik bedoel?